Ja, wat hè? De winter is er nu echt. Gelukkig zitten jullie veilig binnen te kijken naar deze video. Vandaag gaan we, zoals gewoonlijk, weer terug in de tijd. We gaan naar maart van dit jaar, toen het al gedaan was met sneeuwen. En toen bracht ik een bezoek aan het beroemde fort de la Chartreuse in Luik. Een fort met een lange en boeiende geschiedenis, dus ik hoop dat jullie daar ook wat aandacht voor hebben, maar het is en blijft natuurlijk urbex. Maar ook de fans van mijn andere video's kunnen hier dus wel een leuke video aan beleven. Hier komt die dan. Gegroet aanwezige kijkers van Tourist 22. Nee, vandaag zijn we in Luik op een heuvel genaamd Mont Cornillon. En hier ligt een heel bekend urbexfort, Fort de la Chartreuse. Het is legale urbex, dus wij doen er niets aan die mag. Wij mogen hier helemaal alles bezoeken. Dan gaan we dat maar doen ook. Hè. Let's go! Anders dan de forten in de provincie Antwerpen is dit fort niet echt gelinkt aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van dit fort gaat veel langer terug. In de middeleeuwen was op deze heuvel, de Mont Cornillon, een Carthuizenklooster gelegen. En de Mont Cornillon was ook erg belangrijk tijdens de oorlog tussen de Fransen en de Oostenrijkers. Je voelt de aanwezigheid van de geesten der oude soldaten. Je wil ook te filmen. In 1817 werd het huidige fort gebouwd door koning Willem I van Nederland. Zoals jullie allemaal weten was België toen nog onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En in 1830, bij de Belgische onafhankelijkheid, kwam het fort dus ook in Belgische handen.
Het fort speelde ook een rol in de verdediging van Luik tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Duitsers ons aanvielen, werd het fort, net als enkele andere forten van de fortengordel van Luik, bestookt met artillerie. En ondanks zware weerstand is het fort de La Chartreuse uiteindelijk in handen gevallen van de bezetters. Tijdens de wereldoorlogen werd het fort gebruikt door de Duitse bezetters. En na de oorlog is het nog even als veldhospitaal gebruikt door de Amerikanen. En tot 1988 heeft ook het Belgische leger hier gezeten. En sindsdien heeft de natuur het helemaal overgenomen. Het wordt voor niets menselijks meer gebruikt, buiten hobbyfotografen, die we ook wel eens tegenkomen daarnet. En af en toe voor een reportage van Toerist 2290. Net een gevangenis waar we rondlopen met kerkers.
Ander gebouw, andere trappen. Niet allemaal zijn ze nog in even goede staat. Maar het kon erg hoor. Een urbex klassieker voor een reden. Echt veel mensen die hier komen kijken. Het is echt wel eens de moeite. En legaal, dus waar wacht je op? Kom allemaal naar Fort de La Chartreuse. Dit was Tours 2290 vanuit het Verre Loir. Dag! Ziezo! Ik hoop dat jullie deze video de moeite vonden. Ik vond Fort de La Chartreuse echt wel leuk. En zo goed als legaal, sommigen zeggen van niet, maar er waren daar meer urbexers dan vogels of zoiets. Dus nee, dat waren echt heel veel mensen die daar foto's kwamen nemen of kwamen filmen. Dus ik denk niet dat er daar veel controle is. Dus als je ooit eens graag een legale doet, Fort de La Chartreuse in Luik, zeker de moeite. Goed, ik ga nu een sneeuwman maken. Nee, niet echt, maar ja, ik ga terug naar binnen. Dag hè! Ah ja, voor ik het vergeet te zeggen, volgende week een aflevering over het Europees Parlement. Ook wel de moeite hoor. Dag!